Welkom in Sporthal De Banne. Ja, eigenlijk wel bijzonder als je dat achterop ziet staan, want jullie zijn welkom, de Driebaan Flora. Ja, we zijn welkom in De Banne. We kunnen niet bij de Rode Leeuw terecht vanwege het overlijden van Gerrit, wat erg jammer is. Want we hadden altijd veel plezier in de Rode Leeuw, maar nu dit jaar is het in De Banne voor het eerst. Maar wat een ruimte krijgen jullie hier. Ja, ontzettend veel ruimte, dus we moeten wel zorgen dat het een beetje aantrekkelijk blijft voor de mensen om er... om toch de tuin te bezichtigen. Dus we gebruiken 1/3 denk ik van de zaal. En nou, we maken er wat van. En dan begint eigenlijk de lente begint in Venhuizen. Ja, de lente begint in Venhuizen. Want de tuin zal er zeker met de arrangeuses weer prachtig uitzien. Ja, vorig jaar hadden jullie veel molens staan. En wat voor het motto hebben jullie dit jaar? Dit jaar is het tulpenkunst. Hebben de arrangeuses bedacht. Dus er is veel, veel van te maken, tulpenkunst. Ja, en wat voor tulpen moeten we denken? Nou, ik denk ook de schilderijen over de tulpen en kunst met tulpen en al die dingen meer. Ik weet niet precies wat ze van plan zijn. En de kwekers, ze behandelen die tulpen volgens mij als kinderen. Ja, dat is altijd al zo geweest. Hè? Altijd al als kinderen behandeld. Ook dat ik klein was, dat mijn vader tulpen had, was het altijd al voorzichtig met de tulpen. Want ja, het zijn hun kinderen. Ja. En dan komen ze s'avonds na de tentoonstelling komen ze nog eventjes behandelen, want ze moeten natuurlijk wel rechtop blijven staan. Ja, s'avonds. Nu zijn ze nog in de koelcel en het wordt nou straks naar de klas verplaatst. En dan uiteindelijk komen ze dan in de zaal. Maar ze komen, ze behandelen ze echt met zachtheid en met heel veel werk is het om ze mooi recht in het bakje te krijgen. Wat is nou de bijzonderste tulp die jullie dan tentoonstellen van het jaar? En gaan jullie ook nog een tulp dopen? Dat zou ik niet weten hoor. Ik ben niet zo goed in die soorten bijzondere tulp. Dan moet je weer bij de mannen zijn. Maar, en dit jaar wordt er geen tulp gedoopt. Nee, wordt geen tulp gedoopt. Dan zou er een bekende Nederlander hier naartoe komen, denk ik. Ja, dan moet ik weer een bekende Nederlander verzinnen. Wat meestal wel lukt, maar dit jaar dopen we geen tulp. Okay. Nee. Wanneer is het, Flora? Het is dit jaar, volgend jaar en dit seizoen, een dag later. Dus niet woensdag de 6e, maar donderdag de 7e is de opening. Oké. Okay. En wie gaat het openen? Wordt geopend door Afra Vrolijk, mevrouw Vrolijk.